En ach man, de scholen dicht. Dat was voor de meeste mensen een ramp. Kijk, ik had er niet zoveel last van. Want mijn dochter is 17 en die doet VMBO. Dus ja, die, ja, kan ik die thuis lesgeven? Wat moet ik zeggen? Weet je, ik kan die grap gewoon maken, mevrouw. Ik bedoel, ze snapt hem toch niet. Dus, maar... Nee, maar ik had vrienden met kleine kinderen. Nou, die werden helemaal gestoord, joh. Nee, ik zag één vriend, daar maakte ik me echt zorgen om. Die had echt doorlopen rode ogen, helemaal gestrest. Ik denk, als die scholen niet snel weer open gaan, hè, dan lees ik straks over de eerste homeschool shooting. Zo ernstig was het. Ik zag vaders, jongen, maar ook onder vrienden van mij, die wilden zo graag dat huis uit. Die zag je gewoon aan deur klinken likkers. In de hoop dat ze besmet zouden raken en op de IC zouden belanden, hè? En daar dan op adem konden komen. Gewoon weg uit dat gezin. Ja, het was verschrikkelijk, man. En toen eindelijk de vaccinaties. Weet je wel, ik was zo blij. Maar ik snapte één ding, snapte ik niet. Waarom zijn we begonnen bij de oudste Nederlanders? We weten toch al heel lang dat we een vergrijzingsprobleem hebben. Moet ik deze uitleggen of zeg je... Ik bedoel, de bal lag op de stip. En dan gaan we ze als eerste vaccineren. Hoe lullig ook. Als je demente bejaarde bent, je wil al jaren dood. Daar vraag je ook al jaren om. Hè? En eindelijk zie je iemand met een witte jas... En een spuit op je afkomen. Je denkt, oh, eindelijk, ik mag dood. En wat blijkt, na de prik mag je weer naar festivals. Nou, is toch niet uit te leggen? Is niet uit te leggen. Die heeft dit jaar de beste rechtszaak gediend... die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Toen de overheid besloot... dat kinderen vanaf 12 jaar ook gevaccineerd mochten worden... is er iemand naar de rechter gestapt. En die heeft beargumenteerd. Die zei, letterlijk, hele lachbare. Dat is tegen de wet. En wel hierom. Kinderen komen uit het vruchtwater. Dus voor hen gelden andere wetten. De wetten van de zee. Dat is geen grap. Die man beargumenteerde maritiem recht. Nee, maar dat is toch schattig dat je het ook echt zelf denkt. En ook denkt, er is vast een rechter in Nederland die daarin meegaat. Ik had er zoveel voor over gehad om het gezicht van die rechter te zien. Dat die man echt... Zit een van jullie me nou in de zijk te nemen? Maar dit is toch gewoon TBS? Ik bedoel, als dit geen TBS is, dan weet ik het niet meer. En wat ook wel raar was natuurlijk... Er waren nog heel veel risicogroepen. Maar er gingen wel al topsporters inenten. Wat is dat voor een absolute fuck you... naar alle dikkertjes in Nederland? Die dan... Ja, nee, tuurlijk, jullie zijn risicogroepen... maar we gaan eerst even deze supervitale, sportieve en krachtige mensen inenten. Waarom? Ja, omdat zij wel sporten. Ja, nee, de koelkast in een recordtijd leeg heten is geen sport. En natuurlijk, ja, ik bedoel, ik weet dat jij van sport houdt. Ik heb er niks mee. Dus ik vond Tokio ook... ik vond die Hassan, dat vond ik een heldin. Verder vond ik het allemaal... dan die weer janken, ik mag niet meedoen. En dan die weer, ik heb er geen goud gehaald. Ik vond het al heel wat. Dat ze gewoon zonder corona terugkwamen uit Tokio. Dat vond ik wel een hele prestatie. Maar ik vond het jammer. Waarom hebben ze er niet meer mee gedaan? In Tokio. Zeg maar de 100 meter PCR testen. Gewoon kijken wie die stok het verst
in zijn neus krijgt. Hé, hey, dan had Yuri van Gelder gewoon weer mee kunnen doen. 100%. En kijk, natuurlijk de meeste mensen die niet gevaccineerd willen worden, die dat gaat om geloof. Die zeggen, ik hoef niet gevaccineerd te worden, zeggen die mensen dan. Want ja, ik geloof in God. En de enige die mij kan beschermen tegen corona, is God. Ik twijfel. Ik weet niet, het moet hem gezegd worden. Jezus kan supergoed anderhalve meter aangeven. 100%. Maar, daardoor kan hij onmogelijk in zijn elleboog niezen. Dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar in Krimp aan de IJssel, in Staphorst, op Urk, dachten ze op een gegeven moment gewoon, fuck de rest van Nederland. Wij gaan naar de kerk. Nou, de besmetting natuurlijk weer sky high. Maar het was wel fijn dat de kerk overging, want dan konden ze buiten journalisten molesteren. En dan meteen naar binnen rennen om God om vergeving te vragen. Weet je, die eerste versoepelingen, ik snapte er helemaal niks van. Die waren in april. De IC-cijfers superhoog. Het aantal besmettingen, sky high. En wat zei het kabinet? Weet je wat, avondklok weg. En laten mensen weer op het terras zitten. Het lijkt onlogisch. Tot je je bedenkt dat Mark Rutte natuurlijk toen net was betrapt met die leugen over Pieter Omtzigt. Dus die dacht, ja, hoe krijg ik dat het volk zo snel mogelijk vergeten? Laat ze weer lam worden op het terras. Geef ze iets meer vrijheid. En we zijn het vergeten. Want we waren alleen maar bezig met op het terras zitten, daar foto's van te maken. En dat dan op Facebook te plaatsen. Weet je wel, ik zag zelfs de hashtag eindelijk weer een bitterbal. Ja, maar dat zijn wel momenten dat ik denk, nou, misschien is mijn leven helemaal niet zo kut. Weet je, ja. Misschien is het helemaal niet zo leeg. Weet je, die versoepelingen waren net een feit. En toen begonnen ze alweer te waarschuwen. En soms heb ik dan het gevoel, ze zijn ons gewoon expres bang aan het maken. Ik ben absoluut geen complotdenker. Maar toen dacht ik wel even, weet je, geef me nou even één dag adem. Maar nee hoor, toen begonnen ze al over, pas op de Delta variant. De Delta variant. Nog besmettelijker. Nog dodelijker. De Delta variant. Nu is er ook Delta Plus. Oeh. En nu is er ook B.1.1.359. Nee, maar het is hetzelfde als dat je naar een verjaardag gaat. Je neemt één hap van de taart en er komt iemand naast je staan. Weet je hoeveel suiker erin zit? Hou gewoon even je bek dicht, gast. Ja, man. Ik werd er zo moe van. En toen kregen we natuurlijk het klik-en-collect systeem. Ik snapte dat eerst niet. Ik dacht gewoon dat je op die manier, zeg maar, failliete bedrijven kon opkopen. Maar het was winkel op afspraak. En ik wil niet generaliseren. Maar natuurlijk, ja, één groep in Nederland totaal in paniek. Vrouwen. Ja, kom op. Die kennen die termen wel apart van elkaar. Winkelen en tijd. Maar als combi, dat is gewoon kortsluiten. Dat gaat helemaal niet. En toen die winkels helemaal open gingen, zag je ineens een rij van 2 uur voor de Primark. 2 uur! En toen zei iemand in de Primark, dat vond ik wel een goede opmerking, die zei, ja, wij voelen nou wel een beetje wat die kinderen voelen die kleren maken voor de Primark. Oh. Ja! Je steekt er een hoop tijd in en je krijgt er vrijwel niks voor terug. Ja, ook een goede opmerking. En wat heb ik gelachen, jongen, om die testvakantie in Rodos. Oh. Er mochten 200 mensen mee. Er hebben zich 25.000 mensen aangemeld. 25.000! En het is echt mijn nachtmerrie. Om met 200 gezellige Nederlanders, gewoon gezellige Hollanders, in zo'n all-inclusive resort te zitten. Weet je wel, je kan de zee wel zien,
Maar je kan er niet heen, want ze hebben er een hek voor gezet. En weet je, laten we niet politiek correct zijn. Dat kunnen wij echt wel uitspreken hier tegen elkaar. Als jij echt geniet in een all-inclusive resort, alle mensen die genieten en gelukkig zijn in een all-inclusive resort, die kunnen wij toch als samenleving prima missen. Dus ik dacht zelfs, al gaan ze alle 200 dood van corona, dan is de test mislukt. Maar het blijft een win-win situatie. Ja! Ik had het zelfs lachen gevonden. Weet je, dat ze alle 200 negatief getest. En dan nog net niet in de Polonaise zo dat vliegtuig in. En dat dan het vliegtuig neerstort. Daar had ik gewoon lachen gevonden. Maar goed, dat is mijn donkere humor. Ja joh, en toen die versoepelingen in mei. En die snap ik ook nog steeds niet. Kan iemand me uitleggen wat de logica is? Dat de theaters moesten dichtblijven, maar de sekswerkers mochten wel aan de slag. Nee, maar leg even uit. Dus ik mocht niet voor je spelen, maar ik mocht je wel neuken. Nee, maar als ik zo om me heen kijk, ben ik blij dat ik gewacht heb. Daar gaat het niet om. Het is niet uit te leggen. In dezelfde week dat bekend werd dat de theaters dichtbleven, zag ik wel gewoon 3000 hossende mensen in Ahoy voor het Eurovisie Songfestival. Omdat blijkbaar aidsremmers ook supergoed zijn tegen corona. Dat vind ik zelf de foutste grap. Dat vind ik het zo leuk. We hadden het gewoon zonder publiek moeten doen, man. We hadden gewoon zo'n klapstoeltje moeten neerzetten voor toneel. En dan komt zo'n artiest op in complete stilte. En die doet dan zijn liedje. En op die klapstoel hadden we dan Maarten van Rossum. Ja! Die dan na ieder nummer echt... Next! En wat was onze inzending slecht. Ik heb er geen verstand van, maar ik weet wel wat kutmuziek is. Nee, maar kom op, wat wilden we bewijzen? Hey, nee, maar we kunnen het heel goed, we kunnen winnen. Maar we kunnen het ook super kut. Nee, maar het nummer heette dan Je kan me niet breken. En heel Nederland, oh nee, 0 punten voor jou. Dus even kijken of we jou kunnen breken. Nee, maar zelfs de Black Lives Matter beweging had zoiets van, weet je, als je dan iemand van ons wil pakken, doe dan in godsnaam hem. Want we schamen ons kapot. Zelfs de winnaar vond ik een klote nummer. Dat was dan Ga zitten en hou je bek, vrij vertaald. Nou, dat was precies wat ik dacht toen ik dat nummer hoorde. En ook, we mochten Rotterdam ook niet meer Rotterdam noemen, maar Sing-Along City. Ik had echt bijna zin om gewoon een dagje uit te gaan in Rotterdam. En dan ga je gewoon naar Rotterdam doen. Ga je op zoek naar zo'n Feyenoord hooligan. Weet je wel, met zo'n tato in zijn nek van ja toch, niet dan. En dan tegen zo'n man vragen, waar komt u vandaan? Rotterdam, hoezo? Rotterdam. Dat zegt mij niets. Bedoelt u Sing-Along City? En dan heel hard wegrennen. Weet je, ik gunde het ze wel. Ik gunde het de artiesten wel. Want ja, ze konden doorbreken. Kijk, ieders carrière staat helemaal stil. Dat is gewoon een feit. De mijne ook. De enige die eigenlijk dit jaar echt is doorgebroken, en dat is knap tijdens de pandemie, is Bilal Walid. Ja, die is nu echt definitief doorgebroken. En niet vanwege zijn acteren, ook niet vanwege zijn rap, ook niet vanwege zijn presentatieklussen, maar vanwege een paar minuten van een Instagram live sessie waarin hij een minderjarige jongen vroeg om zijn piemel te laten zien voor 17.000 euro. Onvoorstelbaar stom. Bijna, ik herhaal, bijna onvergeeflijk. Maar om nou te zeggen dat die gast nooit meer een tweede kans verdient, om hem zelfs uit te maken voor pedofiel, dan slaan we de plank echt mis. En dan meten we met twee maten. Ik kan je zeggen, ik liet op die leeftijd
zo vaak mijn piemel zien. Als ik toen per keer daar 17.000 euro voor had gehad, dan moet ik je teleurstellen, dan zat jij nu al een uur te kijken naar een leeg toneel. En dan zat ik thuis in mijn ruimteraket. Ik zweer het je. Maar het waren andere tijden. Weet je, ik had nog geen Instagram, dat bestond nog niet. Dus ik moest gewoon in ouderwets nog mijn lul op het kopieerapparaat leggen. Hè? En het allemaal uitdelen op school. Het waren andere tijden. Nee, maar het is toch meten met twee maten. Dus hij nooit meer een tweede kans. Maar Dion Graus zit nog wel steeds in de Tweede Kamer. Het is toch meten met twee maten? Hoe vaak moet hij zijn vrouw niet tot gruis slaan? Weet je, ik bedoel, fuck die gast. En wij blijven hem herkiezen. En ja, hij houdt zo van dieren. Nou, niet zo van vrouwen. Weet je, dit jaar bleek ook dat hij zijn ex heeft hij gewoon laten neuken door zijn beveiligers. En ze zo in natura heeft hij ze uitbetaald. Ja, maar hoe ver moet die man nou nog gaan? Ik dacht ook, hoe verwarrend is het voor die beveiligers? Want dan ben je met haar bezig, maar je moet hem blijven beschermen. Dus je moet naar hem blijven kijken, weet je wel? Nou, probeer dan maar eens klaar te komen. Dat is echt niet te doen. Nee, maar het is om meten met twee maten. Little Klein heeft toch ook nog steeds een carrière? Die heeft dit jaar zijn vrouw mishandeld met een fles. Ja, logisch, anders komt hij er niet bij. Maar weet je wel? Maar het is meten met twee maten. André Hazes senior is dit jaar gebleken dat zijn latere vrouw, die toen kinderoppas was van hem, toen was hij 34, zij was 14 en toen heeft hij er voor het eerst geneukt. Maar hij is nog steeds een volksheld. Ik ben toch anders gaan luisteren naar teksten als kleine jongen. Ja, maar het is meten met twee maten.